Goedemiddag, hierbij ben ik nog een keer om te laten zien hoe je het acrylverf mengt. Want het is toch wel belangrijk dat je de juiste substantie hebt. Je hebt dus nodig voor de acrylverf, natuurlijk, de acrylverf. Die heb je in allerlei soorten, maten en merken, dik en dun en zoveel verschillende kleuren. Die je natuurlijk ook zelf kan mengen. Je hebt naast de acrylverf nodig een pouring medium. Die heb je standaard van de Liquitex. Of je gebruikt daarvoor de Flutrol, die je van tevoren heel goed moet schudden. Meestal gebruik ik deze twee samen in een fles als dit, waarbij ik het makkelijk kan uitschenken. Maar die moet ik nog vullen. Je hebt daar natuurlijk nodig bekertjes of bakjes, stokjes om mee te roeren. Er kunnen of van die ijsroeistokjes zijn of van die luxe cd-prikkers. Water. Om het nog een beetje te verdunnen. Dat doe ik hierin, zodat ik het langzaam kan doseren. Je zou het acrylverf alleen met water kunnen verdunnen. Maar dan blijven vaak niet de kleuren mooi. Daarvoor is het echt zo'n pouring medium nodig om de kleuren mooi te houden. En ja, er zijn nog meer redenen daarvoor. Maar het is allemaal een technisch verhaal. En ik wil het gewoon wat luchtig en oppervlakkig houden. En gewoon ja, een beetje wat je nodig hebt. Ik weeg het ook niet af, ik doe het op mijn gevoel. Ik heb dus al wat acrylverf in een bakje gedaan. En als ik het nu met mijn stokje zo laat gaan, dan blijft het plakken. En ja, daar kan je dus niet echt mee gieten. Het moet uiteindelijk een substantie worden als dit. Wat je dus zo van het stokje af glijdt. En dat is dus niet zo dun. Als melk, niet zo dik als yoghurt, maar eigenlijk zit je daar tussenin. En de meesten noemen dit vloeibare honing, wat zo van je stokje afglijdt. En dit is de juiste substantie. En hoe komen we daar? Dan komen we door een beetje van de Liquitex Pouring Medium te gebruiken. Hop. En hoeveel? Ja, dat is bij mij altijd wisselend. En een beetje Flutrol. En dan opletten dat er niet te veel uit komt. Daarom is die andere fles zo makkelijk. Maar zo kan ik het jullie beter laten zien. Vervolgens ga je dus roeren totdat het pouring medium op is genomen door de verf. En ja, de ene verfsoort pakt het sneller op als de andere. De vloeibare verf die je natuurlijk ook hebt van acrylverf, die vloeibare, die is natuurlijk zo klaar. Maar die is ook een stuk kostbaarder. Zo, nu is het opgenomen. En vervolgens ga ik dat verdunnen met steeds een beetje water erbij te doen. Tot ik dus die substantie heb die ik toen net liet zien. En we gaan dus weer roeren. Ja, een aantal vinden dit dus het minst leuke van alles. Of helemaal niet leuk. Maar dit kan je natuurlijk ook gewoon doen tijdens het kijken van een film. Of ja, als je gewoon op de bank zit. Of als ik, zoals ik net als dat ik op de bank ligt. En dan ga je gewoon tussendoor wanneer je daar zin in hebt roeren. En als je dan van je handige bakjes hebt met deksels, dan kan je ze ook gewoon bewaren. Dan hoef je dus ook niet meteen op te gaan maken. Je kan dat, ja, ik bewaar het al wel een week in zo'n bakje. En is het eigenlijk nog wel goed. Je moet er soms wel een beetje water weer bij doen om de juiste substantie te krijgen. Maar over het algemeen kan ik toch wel een week doen met mijn verf in een bakje. Nou, die gaat wel van het stokje, maar die vindt toch nog iets te dik. Dus doe er weer een beetje water bij. En ik ga weer roeren. Zo, ik moet nog heel erg wennen aan het filmen. En in mijn andere film nummer 2, die laat ik er wel op staan hoor, omdat je daar ook ziet hoe ik het meng. Daar zei ik aan het einde van, als je me dus niet kan verstaan, dat je dan dus het geluid uit kan zetten en een muziekje aan kan zetten. Maar ja, als je me niet kan verstaan, dan kan je dat ook niet horen. Dat was een beetje dom, niet over nagedacht. En het lukt me nog niet om te knippen. Ik heb het geprobeerd, dat is me niet gelukt, dus ik heb het toch maar zomaar geplaatst. En ach, dan is het misschien ook wel later terug leuk om terug te zien hoe mijn avontuur begon en waar ik naartoe ga. En ben je benieuwd hoe mijn avontuur gaat lopen met het filmen?
of met het acrylverf gieten, dan kan je natuurlijk abonneren, zodat je op de hoogte blijft van mijn avonturen. Je kan het belletje aanklikken, zodat je meteen ziet wanneer ik een nieuwe video heb geplaatst. En je kan ook een duimpje geven als je deze filmpjes leuk vindt. Maar jullie weten inmiddels wel hoe dat allemaal werkt. Nou, inmiddels ben ik dus goed aan het roeren geweest. En is deze substantie bijna als die andere. Dus ik doe er toch nog even een klein beetje water bij. Zodat hij iets makkelijk van het stokje gaat. Had ik mijn water nou niet in zo'n flesje gedaan, maar in een ander flesje, dan schiet je gewoon toch te snel uit met je water. Dan kan je wel weer verf erbij doen. En ja, ik vind dit gewoon een stuk prettiger werken. Maar het is natuurlijk allemaal voor zich. Nou, en inmiddels vind ik hem aardig van mijn stokje afglijden. Je moet trouwens niet vergeten de buitenkant en de grond ook mee te nemen met het roer. En dan is deze ook inmiddels klaar. Nou, en zo kan ik doorgaan naar de volgende. Maar om dat nou allemaal te laten zien, dat wordt dan een erg lange video. Dus ik doe hier mijn dekseltje op en dan is het klaar. Nou, en dan hopen jullie in een volgende video te zien waar ik het verf in ga gieten. Ik hoop dat dat duidelijk is. En als je vragen hebt, stel ze bij de reacties. En ik hoop je te zien in de volgende video. Doeg!